De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, is tevreden over het resultaat dat het ministerie heeft behaald in 2018. Hij zegt aan onze nieuwsdienst dat ondanks vele uitdagingen de belangrijkste doelen die gesteld waren wel bereikt zijn. De bewindsman stelt dat er met name op financieel gebied enkele moeilijkheden waren, maar door besparingen en de juiste prioriteiten te stellen kon BISA het hoofd redelijk boven water houden. De afgelopen periode hebben we dus getracht om dwars door al deze financiële uitdagingen toch onze projecten, de zaken die we doen vanuit het ministerie, om ze van de grond te krijgen. Daar praat ik over het digitaliseringstraject die wij hebben ingezet al een hele tijd. We weten dat op bepaalde afdelingen wij nog werkten met zaken als personeelskarten. Die zijn, als het goed is, het overgrote deel is al geschend. Gaan door met het digitaliseren van het leggen van die, het maken van die database, zodat wij heel snel access kunnen hebben tot informatie van personeel, waardoor je ook sneller kan werken, kan functioneren, maar ook die informatie kan geven. Dat hebben we ook gedaan bij het Bureau voor Burgerzaken, CBB, dat hebben we ook daar gedaan. We zijn nog niet klaar om onze registerkamer te digitaliseren. Dat is één aspect. Kijken naar een ander beleidsgebied van ons is Bureau Gender aangelegenheden. Daar hebben Een andere mijlpaal voor het ministerie is de recente lancering van de ambtenarenopleiding op HBO-niveau. Hoewel Noor Salim heel positief is over het afgelopen jaar, vindt hij dat bepaalde zaken beter konden. Met name de communicatie met de burgerij moet beter op gang komen. We hebben de afgelopen periode zwaar gecommuniceerd, maar ik vind dat het beter kan. Dat we dat maximaal moeten benutten en daarom hebben wij in de planning om ergens in februari een app te lanceren. Iedereen heeft zo'n smartphone. Dus we gebruiken de technologie ook om die communicatie met de burger, de externe klant, te verbeteren. Waarbij wij ook feedback krijgen van de burger. En dat geldt niet alleen voor CBB, maar ook voor alle andere diensten, om het zo te zeggen. Diensten zoals voor de interne klant. Ik noem de interne klant de 40.000 of 30.000 plus, of hoe je het wil noemen, maar alle ambtenaren die een of andere afhankelijkheid hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat er daar ook een stukje communicatie is. Denken we daarbij aan een portaal waarbij, dat gaan wij lanceren ook de komende periode, dat elke ambtenaar bij wijze van praten, bij vragen of zaken waarmee hij of zij zit, dat je ergens op het ministerie kan. En daarmee... Tot zover minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken over de zaken die binnen niet al te lange tijd gerealiseerd moeten worden. Het afgelopen jaar is volgens hem redelijk goed verlopen.